de twee toppers kunnen van ploeg Albert Heijn Zalen. Marijke Groenewoud in topvorm al in het begin van het seizoen. Tegen de Olympisch kampioen Irene Schouten. Allebei razendsnel in het voorseizoen. Go to the store. Ready. Groenewoud met de witte band reed 4-0-1-24 bij een trainingswedstrijd in Heerenveen. In diezelfde wedstrijd kwam Irene Schouten tot 3-59. En neemt Groenewoud dat zelfvertrouwen mee van die 1500 meter. Daar waar Schouten aangaf dat ze die nog niet lekker onder controle heeft, dat ze daarvan baalde. Maar op de 3 kilometer kan Schouten iets meer in haar, haar habitat, iets meer rust vinden. Ja, maar vorig seizoen had ze een lastig seizoen. Had ze iets te veel gedaan naar de Olympische huldigingen en alle kansen en mogelijkheden die dat bood. Het leverde een heel gek seizoen op met af en toe wat tranen. Ze miste bijna de 3 kilometer op de WK-afstanden. Toen was ze net sneller dan Marijke Groenewoud. Die deze kilometers, die 3 kilometers, ook meer en meer echt onder controle aan het krijgen is. Je ziet haar zorgvuldig worden opgebouwd. Vanaf de 1500 meter, steeds een rondje sneller, steeds een beetje beter. Nu de 3 kilometer erbij, de 5 kilometer vorig jaar. Ook al laten zien dat ze die kan. Het is een echte alleskunner. En ze wordt langzaam volwassen. Is ook uit huis inmiddels. Heeft een eigen woning. Samenwonen. En dat is allemaal te zien in de ontwikkeling van de schaatser Marijke Groenewoud. Ja, Groenewoud neemt de leiding. Ja, brutaal zou je wel zeggen. Beide vrouwen dezelfde rondetijd. Ja, dit vindt Schouten ook wel lekker om te racen. Schouten heeft met de rode armband straks de laatste binnenbocht. Ja, die rijdt vaak zoiets als een negative split, zoals het heet. En kijk je terug naar vorig jaar. Moeilijk tussenfase voor Schouten. Op de weken afstanden werd ze geklopt door Ragne Wiklund, de Noorse. Maar reed wel een geweldige 5 kilometer die ze won. Kijk, Schouten nu ietsje sneller in kilometers per uur. En ook als enige nog onder de 31 seconden. 1:51.50 van Marijke Groenewoud. Die echt heel rap van start is gegaan. Dan zit je dus in de buurt van het barecord. Er wordt heel hard gereden. Ja. Maar goed, dat barecord in handen van Irene Schouten, 3:54.04, bestond uit louter dertigers. En daar komt Schouten nu langs zij. De eerste meters duidelijk voor Groenewoud. Schouten met de rode band zet nu de gaskraan open naar 30:08, pakt 15 in de ronde. En kruipt dichter en dichter bij Groenewoud. Beide voor sneller dan Dul. Rechtsonder in beeld, seconden sneller. Nu komt Schouten heel hard onderdoor. Twee ronden te gaan. Trainingskamp geweest in Amerika. Daar zelfs beer op de weg gezien. Maar het waren wel de enige beer dit seizoen. 2:53.44. Echt uitstekende rit van Irene Schouten met die 30-7. Ze zit maar 15e boven haar barecord. Een geweldige race. En Groenewoud heeft het natuurlijk wat moeilijker, maar rijdt ook een berentijd. En zit er nog meer versnelling in. Al in deze eerste weken voor Irene Schouten. Die afstand neemt van Groenewoud. Groenewoud is haar strijd aan het voeren met Dul. En die gaat ze ook winnen. Wel voor de laatste ronde. 30-9 voor Schouten. Nee, die negative split. Dat duiken echt naar die 30-5. Toen ten tijde van het barecord. Die zitten er nog niet in. Maar wel hele snelle eerste kilometers op deze 3 kilometer. Uitstekende rit van Irene Schouten. Armen los, extra druk in de bocht nog. Na een hele sterke tijd, onder de 4 minuten. Indrukwekkend wat Schouten hier laat zien. Gaat ze zich ook meteen in de top 10 tijden rijden met deze tijd. 3:55.89. Daarmee wint ze de rit. Overtuigend. 3:58.08 voor Groenewoud is ook echt heel sterk. 3:58.08 is een persoonrecord. En 3:55. Wat ze dit neerzet is de vierde tijd ooit hier gereden op een wereldbeker kwalificatietoernooi. Wat een tijd van Schouten. Dit is echt haar baan, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6.